Welkom terug op mijn YouTube-kanaal. Ik zit opnieuw in de Pink Panther. Wat betekent dat er vandaag weer opnames gepland staan voor de car rides with Cece. De vraag die nu nog rijst is... Who's going to enter in my Pink Panther? But everything changes when you smile. Hallo iedereen, de nieuwe gast is Olivia Trappeniers. Jullie kennen haar ook als... OT. Dus we gaan er gewoon ineens aan beginnen. Oké. Are you ready for it? Ik ben klaar. Let's get started. De eerste vraag, die stel ik altijd aan iedere gast, is hoe dat wij elkaar kennen. Dus hoe ken jij mij en... Even denken. Instagram? Ah, wel, ik had het straks ook al aan het denken. Maar hoe hebben we elkaar gevonden? Dat weet ik niet. Ik denk via Jill dat ik... Of dat ik je op de radio had gehoord en dan via Jill ook eens had gezien. En ik heb toen uw filmpje gedeeld op mijn story, maar ik dat zo goed vond. Echt? Ja, ik weet dat nog. Wanneer was dat? Vorig jaar. Dus zo kennen we elkaar via social media eigenlijk. Mm-hmm. Hoe oud ben jij? Ik ben net 21 geworden. Een keer neer. Hoe groot ben jij? 1,69 meter. Alright, wat is jouw lievelingsliedje? Heb jij een lievelingsliedje? Ja, dat verandert wel elke keer als er iets. Nu is het Ariana Grande, Breathing. En God is a Woman. Dat ken ik niet. Dat is nieuw. Dat is echt net nieuw. Dan kun je misschien subiet wel eens zingen, want ik ga haar ook een paar dingen laten zingen. Een kerstliedjes. Een kerstliedjes vaak altijd. Ben je ook een kerstfreak? Ja, niet een freak. Ik denk niet zo erg als u. Maar dat kan. Hoe lang ben je al bezig met zingen? Ik ben gewoon vanaf mijn 6 jaar overloper. Vanaf mijn 6 jaar ben ik altijd zo hobby geweest. Ja, als hobby. En dan op mijn 15 keek ik zo altijd naar The Voice en dan dacht ik, oh, dat wil ik ook wel eens doen, maar ik durf nooit. En dan dacht ik, ik ga me toch inschrijven en dan heb ik dat gedaan. En op welke leeftijd was dat? Toen was ik 16, 17. Mijn ervaring met The Voice, dat was, ik was echt te jong voor, vond ik. Dat was echt zo veel, dat was zo groot en dan al die camera's heel, en heel intens, ja. En dan dacht ik, oh nee, ik durf dat allemaal niet. Maar ja. Ja, wel mijn manager is de music producer van heel The Voice. En die heeft me daar dan gezien en dan achteraf heb ik een contract getekend. Ja, de M&M Rising Star, want toen is het echt begonnen. Hè. Dus M&M Rising Star, ja. Zeker heel veel aan overgehouden. Hè. Zeker, Samen. Dat was de beste beslissing ooit. Wat denk je dat het M&M gaat nog bereiken? Wacht even, binnen 5 op muzikaal vlak misschien? Ja, sowieso een... Een groot album uitbrengen en zo wat meer in Europa gaan spelen. Zo, niet in België blijven. Wat internationaler. Ja. Maar ik zie je dat ook wel echt. Wat zijn jouw hobby's? Buiten zingen? Allee, als ik dat ook als hobby kan beschouwen. Mijn hobby's. Iets van sport? Ah, wel. Ah. Ja, ik ben deze morgen voor de eerste keer gaan sporten. Ik heb nu zo een echte training dat wordt opgevolgd. Ah. En zingen, maar dat is niet enkel uw hobby, dat is ook uw job geworden. Ja. En je combineert dat met studies. Ja. Ja, en wat ik studeer nog. Media en entertainment business. En waar? Dat is in Mechelen, Thomas Moore. Ah, in Mechelen. Ah, ik dacht in Antwerpen. Nee, want je kunt dat enkel in Mechelen volgen. Doe Julie dat ook niet? Vermeijeren? Ja. Je zit in mijn klas. Ah, ja. Hey Julie. Daarvan kennen we elkaar. Alright. Wie bewonder jij? Dat mag over heel de wereld zijn. Hè? Dat mag van uw mama tot Beyoncé gaan. Ja, natuurlijk wel mijn mama en mijn papa. Dat is zo wat cliché, hè, niet? Ja, dat is cliché, maar daarom niet minder waar. Hè. Bij mij is dat ook. Dus... Ja, dat is mama en papa. Omdat die zo... Allee, dat zijn dan volwassenen en die hebben zoveel verplichtingen en zo een druk op hun schouders van oh nee, we moeten echt zien dat we alles geven aan ons kind en dat hij alles en heeft. En die steunen nu ook in alles. En die zullen ook wel heel trots zijn op u. Ja, ze zijn daar trots. Ben ik zeker van. Wie is jouw celebrity crush? Oh, Shawn Mendes. Echt? Ja. Ik heb die gisteren nog gezien op tv in The 100. Ja, in de op Netflix. Ja? Echt? Ja, ik ben geobsedeerd door die serie. Zit hij daarin? Ja, één keer wist ik... Shawn Mendes. Dat zal hem wel zijn. Hij speelt daar piano in en hij speelt zo'n triestig liedje. Waar ben jij het meeste trots op? Oei. Dat is wel lastig om van jezelf te zeggen. Misschien wel, maar je moet het toch doen. Want je hebt genoeg om trots op te zijn. Ik vond het vroeger altijd lastig om zo... Allee, vorig jaar dus eigenlijk. Om zo zelf muziek, teksten te schrijven. Omdat ik dacht van ja, nee, want... Ze als mensen dat dan horen... Ja.
Of, dat is ook kei persoonlijk. Altijd dat je zo precies je dagboek aan iemand laat lezen. En dat durf ik niet. En iedereen zei altijd, ja, maar je moet eens proberen. En ik durf dat echt niet. En dan heb ik dat vorig jaar eens geprobeerd. En dat is nu mijn eerste single. Beetje cool. On to the next. Met welke artiest zou jij graag ooit een plaat opnemen? En het mag niet Shawn Mendes. Oh, ik wou dat net zeggen. Ja. Werk en liefde gescheiden houden. Ja, belangrijk. Ja, bij Milo Meskes. Dat vind ik echt. Want daar juist was ik met Ralf gaan wandelen. En dan is zo meer precies. Ja. En ik hoorde daar. Hier, iets over de zomer. Hoe was jouw zomer 2018? Heb je speciale herinneringen? Iets dat je zeker gaat bijblijven? Met Cece in de auto. Of course. Perfecte antwoord. Wat nog? Ah ja, ik ben naar Amerika gegaan op vakantie. Oh ja, 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 dat heb ik gezien op Instagram. Dat was heel leuk, omdat ik zo een druk jaar heb gehad met school en zo zoeken van gaat dat wel met de muziek. Ja. Nu was echt gewoon 3 weken, alleen niet niks doen, want Amerika is zo groot. Heb je echt zo'n route? Ja, je kunt echt niet uitslapen aan een zwembad liggen, maar dat kan ik ook niet. Nee? Nee. Allee, niet daar? Niet elke dag. Ah. Ik kan zo niet wekenlang plat liggen, dat kan ik niet. Oh, ja, zien. Ik heb nog niet alles gezien. Ik moet eens terug gaan, denk ik. Ik ben nog niet geweest. Dus. Ah, voilà, dan gaan we samen. Is er nog iets, dat is de afsluiter, is er nog iets dat jij de kijkers wil meegeven? Een boodschap, iets dat ze zeker moeten weten, iets dat er aan zit te komen? Nee, misschien dat ze gewoon zeker u in doog moeten houden, omdat er wel van alles zit aan te komen? Dat is een goeie. Ja, dat kan wel. Dus, ja, in de nabije toekomst? Ja. Laten we zeggen 1, 2 maandjes of zo. Nog 2 maandjes. Dus nog 2 maanden alles stalken en dan komt er iets nieuws aan. Alright, dat waren de lange vragen, maar het is nog niet gedaan. Ik heb nog 5 fun facts. Dat heb ik met Jill ook gedaan. Ah, ik ga je 5 dingen geven en jij moet altijd tussen 2 dingen kiezen. Heel snel, zonder na te denken. Klaar. Klaar. Ready, set. Cool. Zout of zoet? Zoet. Oh, dat was heel snel. Winter of zomer? Zomer. Honden of katten? Honden. Uiteraard. Beauty of brains? Brains. Goed geantwoord. Ochtend of avond? Ochtend. Ik ook. Echt? Ja, niet veel mensen, hè? Maar ik ga heel vroeg slapen. Allee, ze zeggen dat toch? Vroeg. 10 uur kan ik echt. Ja, dat is zo vroeg. Dat was het weer al voor vandaag. Ik hoop dat jullie het een leuk filmpje vonden. De volgende gast staat ook al bijna klaar. Maar geniet zeker nog even na van onze video. En alles wat we nu nog willen zeggen is... See you later! Bye! Baby, pull me closer in the backseat of Cece's Rover. That you know we can't afford. With that tattoo on our shoulder. We ain't got one, but that's fine. We just wanted it to rhyme. It is only getting better. We are driving the pink Panther. You have a heart, never use it. I'm torn apart, getting over you. You have my heart and abused it. I don't need your love. Ja, Raffi, wat is dit allemaal? Is het goed geweest? Ja. We hebben nog gezongen. Adios. I'm done. Boy, I'm holding on to something. Wanna go with you. Het is ook. Vanaf daar ken ik je ook. Vandaag. ja. Maar dat is begonnen na M&M Rising Star. Want dat heb je ook gewonnen. Vorig jaar of het jaar daarvoor. Als je nog tips heeft. Oh. Here we are again, picking a fight. You don't even listen when I cry. Oh yeah, this running just to keep my hands on you. But you gotta be there for me too.